is niet alleen Pride, weet je. Pride is leuk, maar daarnaast gebeurt er geen moer. Fijn dat jullie er allemaal zijn op jullie zaterdagmiddag. Ik ben Sophie Rutenfrans, ik ben jullie moderator voor vandaag. En we gaan ons vandaag afvragen of Amsterdam nog wel die queer capital of the world is. Waar we altijd allemaal zo trots op zijn. En wat in het buitenland, hè, het grote imago van Amsterdam. We zijn de queer capital of the world. We gaan vandaag met een hele hoop mensen praten over of dat nog wel zo is. Wat de goede kanten zijn, waar we nog aan moeten werken, wat we moeten verbeteren. Ik vraag heel graag Chris van der Veen, raadslid voor GroenLinks, Lotte Terwijl, stadsdeelbestuurder van Stadsdeelcentrum Centrum, en Dina Bons, die doet ontzettend veel, maar is op internationaal niveau ook actief als transactivist en LGBT-activist. Welkom alle drie, ga lekker zitten. We hebben al heel veel gehoord, denk ik, tot nu toe. Ik hoorde net Koen zingen, ik ken niemand die queer is, die geen vervelende ervaringen heeft gehad. Even geparafraseerd. Willen jullie ergens op reageren? Nou, dat laatste, ik vond het trouwens prachtig. Echt, ik kwam ook heel erg binnen. En ik dacht ook wel van, ja, volgens mij ligt ook in jullie verhalen heel erg opgeslagen. De conditionering dat je vanuit je jeugd eigenlijk al bezig bent geweest met nou, wie ben je eigenlijk? En ook de negatieve gevolgen van, daarvan hebt ondervonden. Velen van ons zijn volgens mij wel gepest of hebben een negatieve reacties van de omgeving gehad of zelf moeite gehad met zelfacceptatie. En als je dan later, hier eenmaal in Amsterdam ook nog eens te maken krijgt met onveiligheid, met pesterijen. Ja, dat past volgens mij heel erg bij hoe je bent opgegroeid. Dus de body keeps the score. Dus dat appelleert daar heel erg volgens mij aan. Ja, en als je dan geen overheid hebt die gewoon niet thuis geeft, dan denk ik, we zijn er nog lang niet. En het trouwens ook wat de psychiater overigens zei over dat er in 2016 binnen de raad, ik zit anderhalf jaar in de gemeenteraad van Amsterdam, dat er eigenlijk geen dat het geluid, dat het gewoon niet goed gaat, nergens weerklank vond. Dat is best wel shocking, vind ik eigenlijk. Ja. We moeten het juist benoemen. We hoeven het niet altijd gelijk op te lossen. Niemand verwacht gelijk een oplossing. Maar we moeten het wel durven benoemen. Je moet het monster durven aankijken in de ogen, zou ik willen zeggen. Ja. Ja. Tina? Ja, wat mij vooral weer dan bezighoudt, is dat ik eigenlijk denk, we hebben in Nederland dus dat idee, hè? Je moet even je microfoon iets schuiven, maar lekker naar het idee van, we hebben hier dus een soort van walhalla voor de LHBT-gemeenschap en we zijn hier allemaal heel vrij en het is hier fantastisch. Maar echt de koe bij de hoorns pakken en zeggen, nou, wij zitten eigenlijk in een best wel racistische staat, waarin we nu pas durven te praten over ras, waarin we nu pas durven te praten over verschillen. Ja. En zaken die niet gelijkwaardig zijn, dat is eigenlijk pas net. Ik kom ook net uit die gemeenteraad, ik heb er een jaar gezeten. En ik heb me steeds eigenlijk bij alles wat ik daar gedaan heb, continu alleen maar op die as bewogen. En ik merkte dat ik daar echt best wel veel tegendruk aan krijg. Ik woon op dit moment in Berlijn en daar hebben ze bijvoorbeeld voor LHBT of voor trans mensen, maar ook LHBT, specifieke woonblokken in wijken die nog vrij veilig zijn. Dus in Oostkreutz zit er een wijk waarin mensen een flat krijgen. Daar zitten ze dan met, ik denk dat zes verdiepingen zijn, met echt LHBT'ers. Wow. En die mensen voelen zich dus met elkaar empowered. Als er dan iemand voor de deur staat, dan ga je gewoon met z'n, weet je, dan heb je een ander gevoel van wat ik net ook natuurlijk hoorde, van dat je dan in je eentje daar staat. En dat je dan maar een beetje moet gaan zorgen dat de politie komt. Ja. Of dat die niet luisteren. En eigenlijk is het apparaat er buiten. Dus ook vaak fobisch. Hè? Er zitten ook mensen die er geen zin in hebben of die denken, ach weet je, het zal me wel loslopen. Of die kijken dan weer door een toch wel. Het zijn allemaal onderlinge strijden, want het zijn dan allemaal Marokkaanse mensen bij elkaar en die hebben dan een probleem. Maar ja, dan zie je dat wordt dus toch in het racistische kader geplaatst. En ik vind dat wij als Nederlanders, en als wij vinden, Amsterdam vinden dat we echt zo fantastisch zijn en dat het hier goed toeven is. En dan hoor ik hier dat iemand dan naar Zuid verhuist en dat het dan wel veilig is. Dan denk ik, ja, dat is wel ik pijnlijk. Denk, dat is niet alleen pijnlijk, maar daar zie je dus dat wat ik probeer te zeggen. Dat je daarin ziet dat die samenleving eigenlijk helemaal niet zo open staat voor iedereen met verschillen. Maar we moeten het wel gaan creëren. Dus als ik dan denk van in de politiek wil je iets veranderen en je wil daar proberen te zorgen dat wethouders luisteren naar wat is nu eigenlijk echt aan de gang op straat. Of als je mensen hier in een woning zet.
dan is het niet alleen maar voor die specifieke ene persoon moet het wat aangepast worden. Nee, het is een hele grote groep. Want ja. Ik ben ook vaak uit mijn huis. Ik heb wel stenen door de ruiten gehad. Ik ben een Nederlandse, maar ik ben wel een transvrouw. En ik ben ook van kleur. Ik woon hier in het centrum. Toen ik daar ging verhuizen van punt A naar B en iedereen wist wie ik was, kreeg ik ook gewoon echt de meest gore bullshit naar beneden geroepen van buren. Dus dat zijn de witte hetero buren. Ja. En ik denk dat we echt bewust moeten zijn dat wij als gemeenschap een sterkere stem moeten gaan opzetten. Het is niet alleen Pride, weet je. Pride is leuk, maar daarnaast gebeurt er geen moer. Nee. En mijn gemeenschap is altijd bezig om toch te proberen om safe havens te creëren of om plekken te hebben waar mensen in ieder geval als ze elkaar nodig hebben om versterking te voelen, naartoe kunnen gaan en daar eigenlijk comprehensive services kunnen krijgen. En ik ben best wel heel erg blij dat we nu dan het regenbooghuis gaan krijgen. Want ik geloof dat we dat als community echt moeten gaan claimen als je moet voor de meest kwetsbare mensen een plek creëren waar je naartoe kunt. Voor allerlei zaken. Als je is het een soort buurthuis? Nou, het is een fantastische plek. Echt, jullie gaan het allemaal geweldig vinden. Het is echt supermooi. Ja. Het is in ieder geval een uitschoolgebouw waarin we heel veel ruimte hebben. Waarin wij als gemeenschap kunnen zeggen, oké, wij willen helemaal niet zo graag met politie samenwerken. Maar als we dat doen, dan willen we dat doen met mensen die wij vertrouwen en die wij hebben opgeleid. En die we kennen, ja. Die wij sensitief hebben gemaakt. Waarvan we weten dat ze oké zijn. En dat hoeft helemaal geen roze netwerk te zijn, maar dat moeten gewoon specifieke mensen zijn. Dat hebben we bijvoorbeeld in het Transhuis in Amsterdam, waar ik een tijdje in heb gezeten, kunnen doen door bijvoorbeeld met een aantal mensen van de gemeente en een aantal mensen van de politie Burgwallen een goede samenwerking te krijgen. Zodat als er een aangifte gedaan gaat worden, dat iemand niet naar dat politiebureau hoeft, maar dat de politie komt naar ons. Ja. En dat je dan in een veilige sfeer zit, omdat wij allemaal geen vertrouwen hebben in de politie. En dat zeg ik nu even heel gechargeerd. Ja, het is best maar wel een uitspraak. Dat is wel zo. Kijk, als je van kleur bent, dan en je doet dingen die misschien op de een of andere manier helemaal in het beeld passen. Ik ben sekswerker, ik werk voor de sekswerkgemeenschap. Heel veel van mijn mensen die uit het buitenland komen weten dat als je transpersoon wilt overleven, dat dat vaak de enige mogelijkheid is om gewoon te kunnen leven, om je dingen te kunnen betalen. Dus in die gemeenschap is vaak heel veel verstand van intersectioneel denken, maar ook van het echt toepassen. Dus wie is het meest kwetsbaar en voor wie wil ik mijn deur openzetten en mijn services inrichten? Ja. En als die services zijn ingericht voor die doelgroep, dan betekent het dat het ook voor de rest van de zaal open is, want iedereen kan er dan in. Ja. En we hebben hier gewoon heel lang een leuke gemeenschap gehad. Ik ben erin van 1988, dus ik weet echt wel waar ik over praat. Ja. Eerst natuurlijk in de gay-gemeenschap. We hebben altijd eigen gemeenschappen van LHBT'ers van kleur gemaakt. Dansen, Havana was er vroeger waar ik zat, de Roxy. Je hebt echt clubs waar wij een ownership hadden. En dat is heel erg belangrijk. Niet dat het weer gekaapt wordt door een hulpverleningsorganisatie die zegt, ik heb 4 mensen, die betaal ik dan een beetje leuk. En dat is dan, ja. Dat is het dan. Want die mensen zijn natuurlijk blij met een beetje centen. Hè? En dan gaan ze van alles lopen doen voor die organisatie of voor de gemeente. Same. Ik wil echt daar een lans voor breken dat dat niet in het regenbooghuis gebeurt. Ik heb dat bij het Transhuis gezien. Dat vind ik toch wel jammer. Wat er niet gebeurt? Dat het niet overgenomen wordt als een project van de gemeente. Nee, dat lijkt me ook niet. Want waarom is het zo goed om een portaal te hebben van peer support? Omdat mensen die komen uit landen waar ze al helemaal niet eigenlijk durven te zijn wie ze zijn, hier denken dat dat kan allemaal. Dat kan, dan krijg je dus heel snel toch loop je tegen die muren op. Maar dat regenbooghuis moet ook niet een middel zijn voor de gemeente om maar te denken, nou, nu hebben we het hele probleem opgelost. Maar daarom is die peer aanpak goed. Het moet gemanaged worden door mensen uit de gemeenschap zelf. En super als wij allerlei dure mensen kunnen inhuren daar die services verlenen. Ik vind zo'n psychiater fantastisch. We hebben de transkliniek, maar die mag ook voor mij breder, weet je. Dus dat mensen daar naartoe kunnen met een zorg, hulpvraag of een maatschappelijk probleem. Dat kun je met elkaar oplossen met fantastische mensen die professioneel zijn, die je kunt inhuren. Maar het eerste veilige portaal, dat mensen denken van, ik zit tegenover iemand en die hoef ik niks uit te leggen, want die maakt ook deze bullshit zelf mee. Het begint gewoon bij de gemeenschap. Precies. Ja. Ik wil even naar Lotte, stadsdeelbestuurder, centrum. Herken jij dit, wat er hier gezegd wordt? Ja, dat herken ik heel erg. En ook hoe belangrijk die safe spaces zijn. En ik ben ook heel blij dat dat wordt uitgebreid. Wat je zei over zo'n transhuis. Ik, ik,
ik denk wel dat het goed is dat daar inderdaad medewerkers, ook van de gemeente, zeker, daar zitten te werken, die de signalen horen en ook echt weer mee terugnemen. Ja. Omdat inderdaad veel te lang het uitgangspunt is geweest van nee, je moet het generiek allemaal inrichten, want dan leren wij daar met z'n allen wel van. En dan worden we vanzelf wel beter om deze doelgroep ook te bedienen. Ik denk dat dat echt een gepasseerd station is. En verder moet je ook wel echt gaan zorgen dat je in de buurten waar mensen wonen die echt zich onveilig voelen en ook vaak onveilig zijn, dat je daar veel meer aan die veiligheid gaat werken en aan preventie. Dat je op de scholen zorgt dat leraren weten hoe ze dit thema kunnen bespreken. Dat je ook jongere werkers bijvoorbeeld goed gaat equiperen. Dat is denk ik een groep die we te weinig nog genoemd hebben. Op het netvlies hebben. Dat is ook namelijk een groep die heel vaak gewoon zelf scheldt met woorden als homo. En helemaal zich soms niet realiseren wat voor impact dat heeft. Ja. Dus er moet gewoon nog heel erg veel gebeuren. Ook in centrum? Ook in centrum. Kijk, wij dachten altijd de capital of the queer capital te zijn. En dat is natuurlijk ook al lang niet meer zo. In het uitgaansgebied is het niet voor iedereen veilig als je daarna teruggaat met de tram of met de taxi. Dus En Dina, als we even die lange lijn kijken, hè, jij zit al heel lang in die gemeenschap, is het de laatste jaren echt moeilijker geworden? Weet je, wat moeilijker is dat we natuurlijk een sociale-economische situatie hebben die gewoon verslechtert. Ja. Dus juist voor mensen die gemarginaliseerd zijn en die eigenlijk heel weinig inkomen hebben, merken als eerste dat het niet goed gaat. Weet je, je bent eigenlijk de kanarie in de koolmijn. Ja. Dus ik vind wel belangrijk dat de overheid daarnaar luistert en ook die signalen goed oppikt. Maar zeker, wat jij zei, van er moeten mensen van de gemeente bij, dat is ook absoluut zo, van de maatschappelijke instelling. Maar waar het echt, wat er zo vaak verkeerd gaat, is dat het dan overgenomen wordt. Ja. En dat moet niet gebeuren. Het moet wel echt bij de gemeenschap blijven, omdat wij met elkaar de meeste know-how hebben en expertise hoe het is om te leven in dit leven. Ja. En welke problemen je tegenkomt. En ik denk dat wij als gemeenschap heel goed in staat zijn om daar samen met die gemeente en met politie en met al die andere organisaties een heel goed fijnmazig netwerk voor te bouwen, zodat het ook echt beter wordt hier in Amsterdam. En dat je dan weer kunt zeggen, nou, we hebben toch best wel een hele fijne stad waar je ziet dat de gemeente onze veiligheid voorop stelt. En ook dat is natuurlijk gewoon op dit moment niet echt het geval, weet je. Er zijn heel veel meldingen. Wij doen bijvoorbeeld vanuit de transgemeenschap elk jaar weer de Trans Day of Remembrance, waarin we proberen te vragen om aandacht voor alle vermoorde trans mensen. Dat komt heel slecht binnen. Ik bedoel, ik heb heel weinig mensen die eigenlijk daar echt bewust over zijn van. Er worden per jaar dus, wat wij tellen, tussen de 200 en 400 mensen vermoord wereldwijd. Iedereen zit dan zo, oh, echt, wat erg. Nou ja, maar dat is het dan. Maar dat betekent dus dat daaronder en daarboven heel veel gebeurt wat te maken heeft met onveiligheid. En ik hoop dat we voor zijn. Dat we voor zijn dat het niet alleen de transgemeenschap is die vermoord wordt. Maar dat we daarin dus nu heel snel, als het intersectioneel bekijkt, dat zijn dus mensen die het erg treffen. Ja. En daar omheen zitten mensen die nu ook zeggen van, ik voel het ook, ik word uitgescholden of ik krijg een steen door me uit. Maar laten we absoluut voorkomen dat bij de andere gemeenschap, dus de LHMB-gemeenschap, net zo erg gaat worden. Ja. En denk je ook dat vooral ook vluchtelingen met een LHBTI-achtergrond dan nog sneller als een soort zondebokken worden gezien? Nou, zondebokken is het niet. Kijk, dat bedoel ik dus met het durven bespreken van ras. Dat is in Nederland heel erg ingewikkeld. Dat weten we vanaf Philomena Essay tot en met nu. Ja. Als je dat doet, word je met pek en speer het land uitgestuurd. Nou, ik zit nu in Berlijn, is ook niet voor niks. En het is echt belangrijk om dat te zeggen. Want kijk, je zegt dan de gemeenschap, en dat hoorde natuurlijk net ook achter de Marokkaanse gemeenschap, die doet dat de Marokkaanse queergemeenschap aan. Maar wat gebeurt er nou met die Marokkaanse jongens? Hoe worden die hier behandeld in de maatschappij? Wat voor kansen hebben zij? Mm-hmm. Worden ze echt ook gezien? Ja. En gaan we daar ook echt op een goede manier mee om? Durven dat te bespreken? En ik denk dat we daarin ook heel veel moeten gaan doen. Ja. Ja, ben ik heel erg met je eens. Dat zijn ook de jongeren die vaak
op de scholen zitten waar de lerarentekorten het grootst zijn, waarvan ouders stress hebben over geld. Dat zijn ook allemaal factoren die er niet aan bijdragen dat jij heel open en tolerant en ruimdenkend kan in het zijn. Leven kan staan. En dat is niet om het goed te praten, want dat wordt ook al heel snel gezegd, hè, als je dan dit soort factoren benoemt. Ja, dat is verhullend. Nee, je probeert je daarin in te leven. En dat is heel erg nodig om ook de oplossingen te zoeken die gaan werken. Want ja, op het moment dat we dit niet benoemen, gaan we daar niet komen. Nee, maar het verbaast me ook wel dat de politie ook tegen jullie zegt, we kunnen eigenlijk helemaal niks doen. Op het moment dat er gewoon 20 jongens voor de deur staan. Dat je dan helemaal als politieagent, ik geloof dat eigenlijk niet. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Dat je dan helemaal niets kan doen. Dat je dan niet even een telefoontje kan plegen met iemand. Dus ik zou ook willen voorstellen om zo meteen de nummers even uit te wisselen. Ja. Om te kijken hoe je deze casus eigenlijk aan kunt pakken. Want ja, in de gemeenteraad gaat het dan, als we het hierover hebben, dan gaat het vaak over links of rechts. En dan heb je al die beelden die daarbij horen, daar gaat het dan over. Mm-hmm. Dat heel weinig echt over concrete oplossingen waar we met z'n allen misschien wel een voordeel in zien. Ik denk overigens wel dat de gemeente misschien ook, we hadden net over safe spaces. Ik geloof dat je misschien wel eerst safe spaces kan hebben op het moment dat je ook institutioneel een veilige plek hebt of zo. Dat je als gemeente een soort brede aanpak LGBTIQ+ hebt op het gebied ook van veiligheid. En dan gaat het over dakloosheid, over mensen die vanuit andere landen hier zijn gekomen en in een krakkemikkige omgeving wonen. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar het gaat ook over suïcidepreventie. Het gaat ook over seksueel geweld, waar onze gemeenschap heel veel mee te maken heeft. Jij bent ook actief bij 113, zelfmoordpreventie. Ja, was ik ook. Ja, klopt. En wat ik net eigenlijk hoorde van jullie twee, hè, jullie geven woorden eigenlijk ook aan de gevoelens die, in dit geval dan witte homomannen kunnen hebben op het moment dat zij uit de kast zijn gekomen en de struggles die ze ervaren. Ik denk dat heel veel mensen van onze community geen woorden hebben gevonden, gekregen, met elkaar bedacht over hele moeilijke, ingewikkelde onderwerpen in ons leven, zoals onveiligheid, uitgescholden worden, in elkaar worden geslagen. Want op het moment dat ik, ik kan me dat voorstellen, als ik dat zelf zou benoemen, ik zou dan gelijk denken, oh, ben ik dan een mietje? Oh nee, dat zeiden ze vroeger tegen me. Dat vind ik helemaal niet. Je bent krachtig ook als je dat vertelt. Ja. Maar dat is best wel lastig om dat allemaal maar te moeten bedenken in je eentje de hele tijd. Dus ik denk dat de gemeente ook echt nog wel wat stappen kan zetten door een brede aanpak, dat ze ook met elkaar zeggen, ja, wij vinden dit onderwerp belangrijk. En het is belangrijk dat we de regenboogvlag hijsen met National Coming Out Day. Maar het is des te belangrijk dat we elke dag mensen hebben in deze stad waar LGBTIQ+ personen naartoe kunnen bellen op het moment dat zij iets fucked ups meemaken. Ja. En niet dat je dan bij een jongerenwerker terechtkomt die je dan misschien daarvoor nog homo heeft horen zeggen, maar dat je gewoon één jongerenwerker kent binnen het netwerk, die affiniteit heeft, die de doelgroep kent, die gelijk door kan pakken. Ik denk dat heel erg belangrijk is, want ook binnen de suïcidepreventie, wij verliezen gewoon mensen om ons heen. Hoeveel mensen kennen hier wel niet mensen die er niet meer zijn of na hebben gedacht over suïcide? Dat is verschrikkelijk. Dat zouden we niet met z'n allen moeten willen. En we lopen zo meteen weer weg en we gaan verder met ons leven. En ik denk dat we in de gemeenteraad soms wel te weinig ook dat allemaal voelen. Misschien ook omdat er te weinig mensen vanuit de community daar zitten. Omdat er ook andere dingen spelen. Maar ik denk dat die urgentie veel meer gevoeld zou mogen worden. Ja. En soms kan die pas ook gevoeld worden op het moment dat je zelf iemand hebt gehad die er niet meer is. Of omdat je zelf verkracht bent of uitgescholden bent of in elkaar bent geslagen. Dan is het nog heel moeilijk om dat te vertellen overigens. Maar ik denk wel dat we daar echt nog die urgentie. Ja, dat zou echt veel meer op de agenda moeten. En ik wil ook heel veel terug naar dat voorbeeld wat jij net noemde uit Berlijn. Hè? Dat je dan dus eigenlijk een flat hebt waar allemaal mensen uit de community samenwonen. Dat klinkt ook ergens wel een beetje verdrietig dat ze dan dat nodig is. Maar hoe verdrietig is het als je in je eentje zit en jij kan juist niet uit. Of je moet via de achterdeur en een winkel draaien. Ik vind het verdrietig aan zich dat wij in deze situatie moeten verkeren. En dat we geen gelijkwaardigheid kennen in deze stad. Het is ook wel heel gezellig, denk ik, met elkaar. en het is ook, ik heb een Egyptische vriendin en die zit daar, een transvrouw, en die zei ook echt van, joh, ik zit hier dus met een hele de rest is allemaal Duits die hier zitten, en die vinden me ook echt soms heel vervelend en vreemd. Maar ik heb wel gewoon, als het licht uitvalt en ik heb kaarsen, komen ze wel bij me langs. Ja. Weet je wel? Dus je gaat toch ook iets creëren van een soort van, de sterkere mensen in zo'n wijk moeten dus draagkracht creëren voor mensen die niet zo sterk zijn. En als wij mensen gaan proppen in wijken waar de draagkracht inderdaad al niet zo heel erg fantastisch is, vanwege dan weet je armoede. Gewoon dat dit gaat spelen. Ja. En dat discours kunnen wij vanuit de politiek met één stem vanuit B1 of jij ook in GroenLinks. Dat is best lastig. En ik moet je dan weer aanduiden van bijvoorbeeld op de zorglijn.
als jij ergens naartoe wilt waarin je eigenlijk allemaal terecht zou kunnen komen, de SOA-zorg, dan is die niet voor iedereen gelijkwaardig. En sommige mensen komen daar niet omdat ze het te eng vinden. Die drempel is te hoog. Ja, dus dan creëer je iets waardoor je mensen denken van, nou, het is een community service, want dat moeten wij gewoon altijd nog wel blijven doen met elkaar. Gewoon goede zorg bieden. En als je dat vanuit de gemeenschap gaat doen, en dat kan heel makkelijk met projecten, dan zie je dat mensen wel durven te komen. En dan krijgen ze ook nog een andere service erbij. In de transgemeenschap zijn dat hormonen. Die hormoonzorg is ook niet voor mensen die uit het buitenland komen aansluitend. Dus je zelf maar transvrouw zijn en je hebt allerlei, je hele transitie gedaan. Je slikt hormonen al meer dan 20, 30 jaar. Je vlucht en je komt in Nederland en je krijgt geen hormonen meer. Ja. Is dat gelijkwaardig? Zijn we dan bezig met goede zorg en goede opvang? Nee. Dus ik vind echt, dit is cool, moet echt wat scherper. En gevoed worden door mensen uit de gemeenschap. Ja. Want wij moeten vechten tegen dat rechtse blok. We staan continu, als je daar staat in debat met een kant die echt mij niet ziet zitten. Hè? Ik mag daar nu over praten, want ik zit er niet meer. Maar zodra ik me, weet je, dan zie je gewoon dat aan de rechterkant en aan de echte rechterkant, dat ze gewoon denken van ja, stik erin. We zien jou liever ook gewoon hier niet. Laten we het heel eerlijk zeggen. Dus dat is wel een ding, hè? Dat speelt gewoon in Nederland. Mensen hebben echt niet allemaal zin om ons te ondersteunen. Ja. En daarom moeten we hier met ons eigen roze gemeenschap, regenbooggemeenschap, een vuist maken, want het gaat over ons allemaal. Weet je, uiteindelijk gaat het over ons allemaal. Ik denk wel, dat werd eerder gezegd. Onze burgemeester vertelde laatst in de gemeenteraad dat zij had gesproken met René Rumkes. Zij is onderzoeker. Best wel oud volgens mij, want in 1999 had ze een heel onderzoek over huiselijk geweld gepresenteerd. Maar afijn, zij doet nu onderzoek naar emancipatie. En ze zei, het ging ook over, is er nu eigenlijk, hebben we een soort met een soort backlash te maken? Gaat het weer terug, gaan we terug de tijd in? En die René Rumkes had geloof ik gezegd dat, nou ja, eigenlijk onze emancipatie stijgt gestaag verder. Wij laten ons met z'n allen veel meer zien. We lezen als drag queen boeken voor. We zijn hier, we zijn niet weg. We kunnen al 25 jaar aan je trouwen, dat we dat binnenkort nog moeten vieren ook. Dat hebben we wel andere dingen aan ons hoofd misschien. Maar goed, in ieder geval, we gaan gestaag verder. En misschien roept dat wel steeds meer ook haat op. Maar misschien zegt het niet dat wij dat we met een soort backlash te maken hebben, maar wel dat we steeds ons van ons meer laten horen. Dat we ook hier zitten, dat we onze verhalen delen, dat we onszelf laten zien. Dat die zichtbaarheid misschien wel groter is. Ik vond het eigenlijk wel een interessante hypothese, want ik dacht eerder nog van, goh ja, als we met een backlash te maken hebben, waar zijn we in godsnaam dan met z'n allen mee bezig? Wat doen wij verkeerd eigenlijk? Terwijl ik dacht, nou, misschien zijn we eigenlijk best wel goed bezig met alle vrijwilligers en iedereen die actief is op dit onderwerp, waarmee we ons steeds meer laten horen, steeds meer in die finesse komen van waar het eigenlijk echt om gaat. Dus misschien zijn we nu voorbij die regenboogvlag op Coming Out Dag, maar kunnen we het nu echt over andere dingen hebben? En roept dat wel veel meer haat op? Want ook rechts laat zich meer horen. Nou ja, kom maar op, zou precies, ik zeggen. De tegenkrachten zijn denk ik wel sterker dan 10, 20 jaar geleden. En ook veel beter gefund, hè? Dus met geld. Als we kijken over waar die anti-gender agenda, en ik ben een soort van verbeelding van de anti-gender en woke, ik ben super wakker. Het is geen anti. Nee, maar waar dat vandaan komt, dat zeg ik altijd op elk podium. Ik zei het gisteren nog in Berlijn op een podium van de Othering Belonging Conference. Dat komt vanuit Rusland, Poetin, dat komt vanuit Trump, US, dat komt vanuit Bolsonaro, Brazilië en vooral vanuit de super-evangelische gemeenschap met bakken geld. Dat komt met enorme tonnen geld de wereld in. Vooral feministische organisaties die worden gefund en die zijn nu opeens allemaal turf. Tegen trans, tegen sekswerk, tegen reproductive rights. Weet je wel, dat hele stuk. Ja. Dat is waar het over gaat. En ik vind René Rumkes absoluut fantastisch als ze zegt van, het gaat een beetje gestaag, maar er zit een enorme grote bak haat met geld vanuit een politieke agenda. En we moeten daar allemaal wakker over worden. Dat is enorm. Want maar al die vrijwilligers, degene die vanavond een jong en oud ergens hier in Amsterdam moeten organiseren, voor hen is het denk ik heel goed ook om te weten dat wat ze doen ergens aan bijdraagt. Absoluut, dat is die sterke stem waar ik het over heb. We moeten echt niet activistisch, maar we moeten echt aan de bak met elkaar. En net zoals ik in de jaren 90 vanuit mijn positie binnen de HIV en AIDS-beweging, binnen ACT UP, we deden gewoon
crazy shit. Je moet gewoon nu echt dingen blokkeren. We moeten gaan zitten voor dat gemeentehuis. Gewoon dicht. Weet je, als mensen niet luisteren... Ik kan erin, ik heb een pasje. Jij wel. Nee, maar weet je, we moeten echt een beetje... Die stem is leuk met Pride en Prade. Maar we moeten echt met elkaar... Echt meer doen. We are Pride. Gewoon duidelijk van jongens, het gaat niet goed in Nederland. Er zit een enorme spanning op de lijn. En dat moet anders. En ik hoorde net ook iemand zeggen over de wet. Nou, dat vind ik super. We moeten gelijkwaardigheid nastreven. Staat op nummer 1 van onze wet. Dus dat moeten we toch echt gewoon gaan. Daar moeten we om vechten. Ja. Zijn er projecten vanuit stadsdeel, centrum of vanuit de gemeente... waarvan jullie denken, dit gaat echt helpen? Of andere dingen? Ik denk dat er heel veel meer bewustzijn is... dat op scholen er veel meer... kan en moet gebeuren. En daar worden heel veel gesprekken over gevoerd. Ook met de basisscholen al. Het is namelijk echt niet alleen iets voor middelbare scholen en ROC's. Docenten geven ook veel meer aan van... wij hebben daar echt hulp bij nodig. Dat vind ik al heel goed. Hè? Dat je eigenlijk erkent van wij kunnen dit niet zelf. Wij hebben gastdocenten nodig. Wij hebben trainingen nodig. Daar staan we ook voor open. Ja. Op 7 december is in Pakhuis de Zwijger een lerarencafé. En dat gaat helemaal over Paarse Vrijdag. Hoe gaan jullie het dit keer doen? Wat heb je afgelopen maanden al gedaan? En ga je komende jaren doen om het echt in te bedden in je curriculum? Dat is denk ik waar we moeten beginnen. Want we hoorden net ook dat er scholen zijn die zeggen... nou, we doen het maar even niet meer, Paarse Vrijdag. Er zijn er heel veel van. Ja, en daar zitten jullie wel bovenop ook als stadsdeel. Ja, maar niet met alleen maar van waarom... Hè, dat moeten jullie nu gaan doen. Want je merkt ook wel dat als ouders 3 dagen van tevoren... een uitnodiging krijgen met... nou, vrijdag mag je kind in het paars gekleed naar school... terwijl je daar totaal de rest van het jaar... helemaal geen aandacht aan hebt besteed. Dan begrijpen ouders ook niet van... waarom komt dat nou helemaal ineens? Uit niks. Ja. Dan krijg je ook dit. Die dus je moet hier heel goed en zorgvuldig over in gesprek blijven. En docenten echt ondersteunen. 2 dingen. Op 22 november kan iedereen stemmen. Voor een progressiever land. Ja. Het tweede is eigenlijk... Ja, ik was onderweg hier naartoe en toen sprak ik met een meneer. Die bracht mij hier naartoe. Ik zat namelijk in een taxi. Hij vertelde over dat hij een groot huisvestingsprobleem heeft. En het is allemaal kommer en kwel en allemaal gedoe. En we hadden een heel leuk gesprek en ik had hem wat tips gegeven. En uiteindelijk mijn nummer weer. Want ik dacht van ja, als je dan er niet uitkomt, bel me dan maar. Ik doe ook dakloosheid in de gemeenteraad. Ik denk, ja, wij kunnen natuurlijk allemaal vandaag hier weggaan. Dat als we met elkaar in gesprek zijn geweest... iemand heeft verteld dat hij iets vervelends heeft meegemaakt. Van, goh, hier heb je mijn nummer. Je kan me gewoon bellen of je kan me appen. Of zullen we nog een keer koffie drinken? En even nadenken over wie zit er in mijn eigen netwerk. Hoe kan ik de ander helpen? Ja, gewoon echt dat contact. Ja, want we kunnen met z'n altijd allemaal wel wijzen. Of naar de politiek, naar het college, naar de gemeente, naar organisaties, naar de scholen, naar weet ik veel wie. Maar we kunnen zelf ook wat doen. Hè? We kunnen zelf ook... ons telefoonnummer of ons e-mailadres iemand geven... en kijken of we die persoon kunnen helpen. En het is heel leuk dat als je dan later dan soms hoort... dat er iets goed is gegaan of dat je iets hebt gedaan voor een ander. En volgens mij draagt dat heel erg bij ook aan een beetje geluk. En dat je denkt van, we doen het met elkaar hier in Amsterdam. Aan het einde van de dag draait het daar volgens mij wel om. Mag ik nog één toevoeging doen? Zeker. Ik zie daar namelijk Ewart Koning zitten in de zaal. Die heeft als je het hebt over mensen die zelf initiatieven nemen... Die heeft in de reguliere dwarsstraat Dress and Dance opgezet. En je kan zeggen, wat vreselijk dat het nodig is. Dat moet je even uitleggen. Een plek is waar je je kan omkleden voor en ook na het uitgaan. Als je het niet fijn vindt, om welke reden dan ook, om over straat heel extravagant gekleed over straat te gaan. Ja, dat hebben jullie daar toch maar wel mooi met z'n allen neergezet. En als je ook ziet hoeveel partijen daar dan een financiële bijdrage aan doen, zie je dat het heel breed gedragen is. Ja, dat veel mensen dat steunen ook. Ja. Ja. Dat regenbooghuis, wanneer gaat dat open? Is dat al open? Het is al open. TransUnited draait daar de transkliniek al door de week. Met Queer and Pride moet het geopend worden, dacht ik. Kan. Feestelijk. Ja. Maar wat echt belangrijk is, en dat ding moet ik even hier bespreken, is dat, want dat initiatief is natuurlijk, en je zegt ook dat wordt betaald, hè, dus daar het is belangrijk dat daar geld voor is. En wij als gemeenschap, wij organiseren heel vaak dingen zelf. Het begint altijd heel klein, weet je. Je denkt, ik geef gewoon op zondag maar een vrije dag op en ik ga daar zitten en mensen komen binnen en we gaan een beetje met een dokter erbij zorgen dat de mensen misschien praten over hun gezondheid en hormonen kunnen krijgen. Dat groeit uit tot een kliniek en het is in één keer heel groot. Dit soort initiatieven worden gedragen door mensen die geen inkomsten hebben. Het is allemaal vrijwilligerswerk, leuk uit liefde voor je eigen community.
Dat moet wel veranderen. Er moet er gewoon echt hulp komen vanuit de gemeente, denk ik. Ook, dat hoeven ze niet allemaal zelf te betalen, maar dat er commerciële bedrijven, weet ik veel wat, aanhaken. Om te faciliteren, zodat de mensen die uit die communities komen ook gewoon geld kunnen krijgen voor de dingen die ze doen. Want ik denk dat dat echt belangrijk is. Want wij krijgen heel vaak conflicten onderling. Omdat we een gemeenschap zijn die onder spanning staat. Want je krijgt ook zelf allemaal ellende over de ramen ingeslagen, uitgescholden de hele dag door. Dus je hebt ook trauma in je eigen kopje en lijf. En dan krijg je ook heel vaak dat je met elkaar in conflict kunt komen. Dus conflictbemiddeling door de gemeente zou best wel heel fijn zijn. En als ze zien van, hey, iets scheurt, zorg dat het bij elkaar blijft. Want wij moeten uiteindelijk een krachtige gemeenschap zijn die tegen de rest van Amsterdam verweer moet geven. Hè? En ook projecten, zoals ik net hoor, moeten opzetten. En het is zo belangrijk dat dat ondersteund wordt met financiën, maar ook met gewoon goodwill. Ja. En heel vaak wordt dat uit het oog verloren. Want het... Dat ben ik met je eens. Heel veel vrijwilligers in deze stad zorgen voor het LHBTIQ+-beleid. Dus dat ben ik helemaal met je eens, ja. Dus jij gaat ervoor zorgen dat het allemaal goed komt, toch? Zeker. Ja, zo keek je weer net ook al aan. Ja, dat gaan we doen, toch? Ja, gaan we doen. Luister je? Ja, ik schrijf het op. Dank jullie wel allemaal dat jullie hier waren. Dank aan al mijn gasten. En ik denk dat we gewoon in het café nog even allemaal met elkaar verder gaan praten. Want ik zie al allerlei lijntjes hier ontstaan die denk ik heel belangrijk zijn. Dank jullie wel en dank voor het kijken.